Vandaag gaan we op verzoek van een van de kijkers gaan we Waldkornbrood maken. Waldkornbrood is eigenlijk een merknaam en is niet zomaar iets als een volkoren of een melkwit of hoe je het ook wilt noemen. Het is dus een merk. Het kenmerken van het brood, dat is het gedeelte. De bloem die we hier hebben, dat is een mengeling. Die kun je kan-en-klaar kun je die kopen. Daar zit onder andere gebrande mout zit daarin. Dat geeft ook straks de donkere kleur van het brood. Daar zit verder granen in. Daar zit ook zout zit erin. Dus je hoeft in principe dadelijk aan het deeg hoef je geen zout meer toe te voegen. Dat is eigenlijk voldoende. Zou je dit in de grotere hoeveelheid gebruiken, dan wordt het brood alleen maar donkerder. Ik vind dat niet zo heel erg lekker. Ik probeer het ietsjes lichter te maken. En waarom? Hoe doe ik dat dan? Ik ga het walkornmeel ga ik gewoon mengen met normale bloem. Ik doe het zelf, doe ik het half-half, doe ik het gebruiken. Maar wil je het iets donkerder hebben, dan kun je daarmee experimenteren. En dan gebruik je gewoon iets meer walkornmeel in plaats van de bloem. We gaan dat gewoon bij elkaar gaan we dat mengen. Ik kan nu niet, zoals we dat vaker aangeven, zout en gist van elkaar scheiden. Dat gaat dus nu niet, want het zit al in de mengeling van het walkorn. Dus nu gaat wel direct het gist gaat er al bij. Ik laat de vetstof laat ik heel even apart. Ik heb het water erbij. En we gaan dit in eerste instantie gaan we dat gewoon 2 minuten rustig laten we dat even kneden. En zodra het 2 minuten gekneed heeft, dan doen we de vetstof erbij. En dan laten we het nog 5 minuten even doorkneden. Je ziet ook dat het eigenlijk al een behoorlijk donkere kleur gaat krijgen. Het zal ietsjes minder donker worden door de bloem die er dadelijk bij gepakt gaat worden. Maar het blijft in ieder geval een donker meel. Het deeg heeft nu 7 minuten gekneed. Zoals ik gezegd heb, heb ik het eerst 2 minuten rustig laten kneden. Nadat dat 2 minuten heeft gedraaid, heb ik het vetstof heb ik erbij gedaan. En toen heb ik hem even wat feller gezet, dat hij wat zwaarder ging doorkneden. De tijd van kneden is ook een beetje afhankelijk van de machine die je gaat gebruiken. Is het een iets lichtere machine, dan zou ik het iets langer laten doorkneden. Maar zeker niet korter dan die 7 minuten. Dat heeft het deeg gewoon nodig om die glutenvorming, om dat goed mooi tot stand te laten komen. Als we dit gedaan hebben, dan gaan we het deeg gaan we uit de bak halen. Ik leg het bij mij leg ik het even op de aanrecht en ik laat het een minuut of 15 laat ik het even rusten onder een stukje plastic. Zodat het even tot rust kan komen. Het deeg heeft nu onder plastic ongeveer een kwartiertje gerust. En we gaan het nu, gaan we in ieder geval de eerste keer gaan we opbollen. En even in de juiste hoeveelheid. Ik weeg het heel even, want het moet uiteindelijk, dit worden 2 broden. Ongeveer 780 gram zal het gaan worden. Een beetje erbij. Heel slecht met meten. Ja, oké. Dan ongeveer 2 dezelfde hoeveelheden. Ik doe het een beetje plat. Ik maak het een beetje langer. Ik vouw het een beetje dicht. En vervolgens gaan we het, voor de eerste keer gaan we het heel even wat of opbollen. Ik heb hier weer de sluitrand. Ik maak het weer even wat platter. En dan gaan we het weer nog een keertje opbollen. En opbollen doe ik in feite doe ik de spanning op het deeg brengen met de duimen. Ik duw het dan naar binnen toe. En dan gaan we het vervolgens gaan we er een bol gaan we ervan maken. Waarbij de bedoeling is dat de opening, het slot zoals we dat dan noemen, dat die aan de onderkant blijft zitten. En als ik het nu optil, dan zul ik zien dat hier het slot nog zit. En dit gaan we op die manier gaan we dat bewaren. Als we dit deeg op die manier gemaakt hebben, dan gaan we dat ongeveer een half uur, drie kwartier gaan we het laten rijzen. Ook weer onder plastic. En daarna gaan we het definitieve vorm gaan we het geven. En dan moet je wel even gaan nadenken, want er zijn meerdere mogelijkheden. Je kunt er een soort van vloerbrood kun je ervan gaan maken. Dat betekent dat er dus geen vorm gebruikt gaat worden. En dan gaan we het straks gaan we het gewoon opbollen zoals we het eigenlijk nu ook aan het doen zijn. En dan bakken we dat straks op een plaat gaan we dat bakken. Of je zegt van ik ga het gewoon in een bakvorm doen. Dat kan natuurlijk ook. En dat is gewoon een keuze die je voor jezelf moet gaan maken dadelijk. Ik heb het deeg heb ik nu een half uur tot drie kwartier heb ik ongeveer laten rusten. We gaan het nu nog een keertje opnieuw gaan we het plat maken. Ik ga het nog een beetje uitrekken weer. Vervolgens gaan we weer dubbel vouwen een beetje. En dan gaan we het nog een keertje gaan opbollen. Ik ga er dus een lang brood ga ik ervan maken. Ik doe dat dus 2 keer ga ik dit in ieder geval heel even
opbollen. Als ik dit gedaan heb, vind ik het mooier om er wat decoratie op te brengen. En ik doe er dus dadelijk wat, wat zaden doen erbovenop. We gaan het zo meteen gaan we met het slot naar beneden gaan we het brood gaan we op de plaat gaan we leggen. Waarom leg ik het met het slot naar beneden toe? Zou je dat niet doen, zou het slot aan de zijkant komen zitten, dan klapt het brood uiteindelijk nog een keertje open. Ja, en dan wordt het in ieder geval iets minder fraai straks. Ik maak het een heel klein beetje nat, zodat de zaadjes zometeen nog iets beter op blijven plakken. Ik haal ze er even doorheen. En ik ga het brood ga ik dus nu op mijn plaat ga ik leggen. Met, zoals gezegd, het slot naar beneden. Je mag het even nog wel aandrukken als dat nodig zou zijn. En dan ga ik met de tweede ga ik datzelfde doen. Ik ga het een beetje plat maken. Niet te zeer. En we gaan het opnieuw even opbollen. Weer op spanning brengen, dat het ook mooi rond blijft. En dan doen we het nog een keer. Als ik dit zo meteen gedaan heb, dan ga ik het brood laten rijzen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt dat natuurlijk gewoon in, de, in een oven, een lauwe oven, en dan met name een lauwe oven, om te zorgen dat het deeg niet of het gist niet doodgaat, al voordat het echt moet gaan rijzen. Dat is één mogelijkheid. Als het buiten warm is, dan kun je het ook inderdaad gewoon in de woonkamer laten rijzen. Of in ieder geval op een warme plek even wegzetten. Zorg er wel voor dat er in ieder geval iets van plastic overheen is, zodat het aan de buitenkant niet gaat uitdrogen. Voordeel van de zaadjes is natuurlijk wel dat hetgeen wat bovenop ligt niet ook direct uitdroogt. Maar wees voorzichtig, laat er in ieder geval iets van plastic overheen liggen dat het niet uitdroogt. Ook dit gaan we dus nu even wat een beetje nat maken, niet te veel. En ik rol het nog een keertje heel even door de zaadjes heen. En we gaan het op de plaat gaan we het leggen. En ik zorg ervoor dat het dus weer in ieder geval het slot naar beneden zit. En zo laten we het in ieder geval een uur gaan we het laten rijzen. Gezien zijn de broden op dit moment behoorlijk gerezen. Ze hebben een uurtje heb ik ze laten rijzen. Ik heb de oven heb ik inmiddels voorverwarmd op 230 graden. Ik gebruik nu geen hete luchtoven, maar een conventionele oven. Ik vind het in ieder geval wat prettig om daar het brood in te bakken. Let op, op het moment dat je brood in een hete luchtoven gaat bakken, dan moet je het in ieder geval een graad of 10, 20 zachter zetten. Ik ga in ieder geval nu op 230 graden begin ik te bakken en ik ga het direct terugzetten naar 200 graden. Op de bodemplaat ga ik nog een heel klein beetje water ga ik erbij doen om wat extra stoom te maken. En omdat het natuurlijk goed warm is, is die stoom er direct. En na 40 minuten bakken is dit uiteindelijk het resultaat geworden van de wandkorenbroden. Mooi bruin geworden, leuke toplaag er in ieder geval op. Eet smakelijk. Vind je het leuk? Laat het even weten. Stuur het mailtje eventueel, stuur het berichtje even door. Heb je vragen? Stel ze gerust. Ik hoor het graag. Tot ziens.